We hebben vandaag een kennissessie bij Bovemij. Die organiseren we meerdere keren per jaar. Vandaag is die specifiek gericht op de nieuwe toetreders en op Agentuur. Dat is een ontwikkeling in de automotive. En gaan we vooral intern de collega's meenemen in wat die ontwikkelingen nou met zich meebrengen. Hoe dat invloed kan hebben op onze organisatie. En ook wel een stukje urgentie creëren en bewustzijn. Dat is in ieder geval wat ik hoop te bereiken. Nou, ontzettend leuk om bij de kennissessie van Bovemij aanwezig te mogen zijn. Ik hoop dat ik heb kunnen overbrengen wat de uitdagingen zijn in de automotive retail op dit moment en hoe wij eigenlijk zeg maar niet alleen maar vanuit contracten, maar ook vanuit emotie en onzekerheid van onze mensen toch elke dag aan de slag zijn om klanten weer gelukkig te maken. Ja, ik heb echt heel veel nieuwe dingen gehoord en geleerd en vooral het perspectief van de klant vond ik echt super belangrijk. Wij zijn toch wel snel gewend om vanuit de eigen organisatie te denken en te communiceren naar die klant toe. Terwijl dat voor die klanten heel anders uitziet en die wereld zo verandert en zo snel verandert. Ja, dat is voor ons natuurlijk super belangrijk om te weten. En heel leerzaam geweest.